Oh guys, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Dusse. Vandaag gaan we beginnen met de eerste aflevering van Red Ball 4. Huh? Hij is een vierkant geworden. Hoe ken dat? De vierkante monsters gaan de wereld vernietigen. Dus wij moeten ze gaan redden. De aarde is een vierkant geworden. En waar wacht u nog op? Level 1 is voor ons. Je moet dus gewoon de finish gaan halen met de game. En dus gewoon alle sterretjes pakken. Enzovoort. En daar en zo. Niet zo moeilijk. En dan, dit is ook pas de allereerste level. Dus verwacht nog niet veel van dit level. Ik had hem vroeger uitgespeeld. Dus het eerste level is compleet. Nu, de tweede level. Level 2 staat er ook bij. Hup. En dit is een iets groter sprongetje. Maar het boeit niet. Spring. Spring. Zoek. Ah, kut, ik kom daar niet op. Ik moet net die kutdoos hebben. Maar een level is best kort, dus we kunnen best veel levels doen per video. Dat is wel fijn. Zo. En zo'n level is ook best snel. Dus niet echt van zo'n lange levels. Zo niet zo van die lange levels, dat is wel fijn. En zo de sprong, dat is oké. Of een popje moet je ook altijd doden. Moet je altijd doden. Deze weet ik ook, dus als ik van achteren om naar boven te krijgen. En dan laat hem rollen. Nee, hij haalt hem net niet. Kut. Omhoog. Zo. Nu is hij goed. Sowieso moet hij komen. Die moet hier boven komen, anders kom ik dan niet op. Zo. Een sprintje, spring. Ben bij de vlag. Hier heb je er 3. En hier 1. Niet het monstertje die je moet killen. En het laatste sterretje. Zo, level 3 is ook al compleet. Want hier kom je wel. Oh ja, hoe moet je daarop komen? Denk zo. Huh? Moet je er ooit op komen? Ja, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd allemaal. Dus. Ik denk dat je van boven moet gaan. En dan zo naar onder. Nou, springen. Ja. En dat klopte. Dat muntje wil ik zeker ook. Oh ja, dat kan je ook anders pakken. Zo, dan pakken we het sterretje natuurlijk. Zo, dan pakken we dit sterretje. Sorry voor de onderbreking, mijn broertje vroeg eens aan mij. Oké, waar zijn we? Deze steen moet hierheen. Op die manier kan ik. Meteen deze ding meteen verplaatsen, zo. En dan hebben we het level meer compleet. Ik zeg toch, zo'n level is fucking kort. Zo zijn er ook 4 werelds maar. En fuck. En die ga ik zeker allemaal uitspelen. Yes, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb de sprong gehaald. Nice. Hier is water. Daar mag je niet in. Dat is één nadeel. Ach ja, die verdrinkt. Ah, ik verdrink nu ook. Kut. Ik verdronk. Verdrink je dom beest. Dom blondje. Hoe die steen valt gewoon op hem. En hij. Nee! Ik drink nu ook, ik heb nog hoeveel levens. 2, kut. Wordt ook elke dag wordt ook iets moeilijker. En nu is het nog niet echt moeilijk, alleen het lukt me gewoon even niet. Verdrink niet. Zo. Hierop, come on. Pakken we deze step. Dat is het einde aan de sprong naar de einde. En het einde is wel gehaald. Naar level 6. Oh, hij heeft een arm, maar dan moet je 2 keer springen. Iets moeilijker. Halleluja. En hij is ook niet zo'n bange scheiter dan de rest. Als hij zo'n bange scheiter is, hij gaat gewoon op me af. Niet zoals de anderen zo. Mietrig blijven staan en wachten tot hulp of zo. Ik vind. Zo, dit ding moeten we meenemen om erop te komen. Anders komen we er niet op. En dan gaan we het ding duwen. Alle muntjes pakken. Oepsie, dan moeten we terug, want dat was fout. Even teruggaan. Springen.
hieroverheen dit ding pakken en dit erin doen. En zo komen we heerlijk omhoog naar het einde van... En we zijn ondertussen al bij level 7. Ik vind het best ver, want... Ja, hoe lang zijn we bezig? Misschien net 7 minuten. En we zitten al bij level... Nu weet ik het zelf niet meer. Level 7, level 5. Even kijken, ik wil jou hebben. Ik moet hem wel hebben. Zo. Huh? Moet je ooit opkomen dan? Deze snap ik niet. Of toch wel gewoon erop. Zo. Zo. Oh ja, deze... Ja, nee. Dat is een ander level. Zo. Zo. Ik denk dat ik het eraf moet gooien. Oh nee. Mag je eens niet eraf gooien. Je moet je eens... Kut. Ja, dit level was veel. Dus je moet die daar natuurlijk naartoe brengen. En dan mijn laatste leven. Ik hoop dat deze leven heilig wordt. Ik mag niet snel afgaan. Want anders kan ik nog van die filmpjes en zo kijken. En dan krijg je ook wel levens. En sprong. Spring, hier mag je niet op. Ja, wil ik dood hebben. En ik wil hier doorspringen. Ja, en het level is al terug. We zitten nu al op level 8. Nice. Dat is wel fijn. Dus ja. Nice. Auw, kijk die kop, jongen. Kijk die kop, jongen. Hij zit zo echt te kijken. Van ja, what the fuck? Wat wil jij van mij? Nee, maar als we op level 8 zijn, dan kan ik best snel deze gameplay afsluiten. Dan kan ik een nieuwe gameplay beginnen. Het lijkt me best een leuke gameplay, maar toch. Dit gaat ook niet eeuwig zo blijven. Wat? Flikker op, nee. Laat ik één filmpje kijken. Ah, kut. Eén filmpje kijken van leven. Ik ging dood, wat eigenlijk niet nodig was. En ik wist dat je daarvoor kon oppassen, maar... Ik had er niet echt aan gedacht. Ja, ik dacht van niet dat je dood zou gaan, maar dat is toch schijnbaar. Kut filmpjes. Zo. De seconden zijn voorbij. Heb ik een full. Maar het is wel fijn dat je wel full 5 levens hebt. Dat is een fijne dat je dan pas 1 leven krijgt. Zo, jou wil ik hebben. Dus je hoeft echt maar 1 filmpje te kijken. Normaal zou ik te knippen, maar... Het is maar 1 filmpje en 30 seconden later, maar voor nu dan. Jou heb ik ook. Normaal zou, ja, wat ik al zeg, normaal zou ik wel knippen, echt waar. Zo, jou wil ik al. Yo, hij is niet dood gegaan, what the fuck. Hoe moet ik die daarop krijgen? Geen idee. Wacht even, ik heb wel een idee. Die moet terug. Dan moet ik die duwen. Ja, daar ik al. Zo. Maar ik zie niet hoe ik die daar overheen krijg. Oh ja, dan moet je zeker dit zo pakken. Dan pak ik maar even deze. Oh, wacht. Ik snap denk ik al hoe je die moet doen. Dan moet je via boven dadelijk doen. Dan gaan we zo. Zo, en dan pakken we... Ah, kut. Die ging een beetje misflukkend. Zo, en die hebben we dan ook. Gaan we naar het einde. Ja, ik ben er. En dan ben ik er. En dan ben ik weer level 9. Ik weet niet hoeveel levels dit gaan. Ik ben best benieuwd. Wacht eens even. Ja, ik dacht al, dat moet toch iets gebeuren. Maar ze doen nog een beetje niet echt handig. Ja, yes, ziet dat recht. Nice. Dan kan ik het ding meteen doorschuiven tot de max. Dan kan ik hier naar boven. Wat voor raar ding. Oh, dat kan je omhoog zetten. Zo. Het moet zeker sowieso omhoog gezet worden. Dat lijkt me wel genoeg. Ja, voor 1... Voor 2 niet. En dit monstertje moet je natuurlijk ook wel hebben, hè. Ik wil alles op 3... Ah, kut. Ik wil alles op 3 sterren krijgen. Logisch natuurlijk. En... Dit is nog een beetje iets hoger. Zo, dat is genoeg. En dan... Hup. Dan zijn we boven. Oh mijn god, ik ga iets te snel doorheen, maar we leven nog. Gelukkig. Ja, we leven gelukkig nog. Toek.
Is hieronder iets? Hoop het van niet eigenlijk. Ja, dat was niet. Dat was niet, want ik had een markt. Ik had eigenlijk niet echt opgelet. Ja, ik heb het level weer gehaald. We zijn bij level 10 aangekomen. Nee, kom terug, hé. Ah, dan heb ik het gewoon niet gehaald. Omdat ik er net fout sprong. Ja, ik ga dan een Steven's ding. Oh. Ja, ik moest er mee gaan. Ja, de water in. Drijft het? Ja, dat drijft. Dat is ook, denk ik, hoop ik wel wat fijn. Ja, yes, we leven nog. Let's do this, my friends. Zo. Kut, kut, kut. Jou wil ik dood hebben. Sowieso moet je dood hebben. Dit hoog zetten. En dan... Zo. Gaat wel goed. We hebben weer het level gehaald. We zijn bij level 11. Hoe kan dat? Al zo snel een eerste aflevering. Zo, en dit ging best snel. Wee, die levels gaan echt fucking op. Dievelijk snel, wou ik zeggen. Maar... Ja. Ik snap hier het feit niet van hoe moet je die kist hier ooit overheen krijgen. Ja, kijk, weet je wat er gebeurt? Er gebeurt dit. De kist is gewoon... Oh ja, je kan wel dit doen. Maar waarvoor is die kist dan? Vraag mij niet, weet je. Ik heb geen idee. Guys, we zijn een beetje lang bezig, vind ik. En ik ben benieuwd of ik de klok heb aangezet. Want ik ben bang dat ik het niet online kan zetten. Dan moet ik alles opnieuw doen. En dat is het probleem. Oh, ik heb de klok wel gezet. We hebben niet zo lang meer. Nog maar 50 seconden. Ja, ik dacht dat ik de klok niet had gezet. Omdat het echt lang was. Omdat ik al zo ver ben. Alleen de eerste aflevering was belachelijk. Dus ik dacht... Sorry voor de onderbreking dan. Maar... Schijnbaar dus van niet. Ik ben eigenlijk wel best blij mee. Iets blijer mee. Want dan moet ik hem niet opnieuw doen. Dan weet ik. Ik heb eigenlijk de tijd vergeten. Deze steen duwen. Gaan we mee naar beneden. Wee, ik kreeg op deze piemen ook. What the fuck. Oh. Nee. En daarvoor drink ik. Ah, dat had ik niet opgelet. Mijn leven zijn weer op. Maar de tijd is ook zo goed dat op elk level gaat tot 15. Jullie zien het. Dus het begint met... De groene heuvels. Dan het diepe bos. Dan de duistere fabriek. En dan vecht voor de maan. Ik heb ze allemaal al uitgespeeld. Ik had ze allemaal uitgespeeld. Die was het, vond ik echt vet. Maar jullie zien het, de tijd is voorbij. Ik ga hierbij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten en het leuk vonden. Abonneer hieronder. Doe een like hieronder. En ik hoop dat ik jullie weer de volgende keer zie.